is NKC Sport, de podcast over alles wat met sport te maken heeft in de Noordkop. De gast van vandaag is... Co Wiskerke, 75 jaar oud, woont in Schagen, zat 40 jaar bij de marine. Al 20 jaar vrijwilliger bij atletiekvereniging TAS 82. Initiator van de Schagen Wijkenloop, heeft verschillende marathons gelopen... en was 11 jaar organisator van de bevrijdingsvuur-estafette op 5 mei namens team de Noordkoppers. Ja, welkom Co. Een hele mond vol. Heb je nog meer gedaan? Dankjewel Kees. Ja, heb je even. Ja. Ja, op loopgebied heb ik ook nog 20 jaar de organisatie gedaan. Samen met mede-organisatoren Schagen Den Helder. Dus de 25 kilometer wedstrijd loop. Die heeft het 25 jaar volgehouden. En toen waren er geen andere mensen meer die wilden of konden overnemen uit de Helder en Schagen. En toen hebben we het jubileum gevierd en gelijk er een punt achter gezet. En welk jaartal was dat? Dat was nu 3 jaar geleden. Dus eigenlijk vlak voor de coronaperiode. Ja, net ervoor. We hadden net de laatste zondag dat het nog kon. Zo was het inderdaad. Want de zondag erop was alles dicht. Mooie afsluiting. Loop jij nog veel hard, Co? Ja, 3 keer in de week. Standaard. Probeer ik vol te houden. Alleen niet meer zo heel hard. Of zo ver. En zo heel lang. Maar 3 keer per week doe ik mijn best. En wat voor rondjes zijn dat? Nou, als ik hier, in ieder geval dinsdag probeer ik op de baan te zijn betast. De echte training, een uurtje. Nou, dat is dan een training, dus dat zijn geen rondjes. Ja, rondjes op de baan, maar dat is afhankelijk van het soort training. Dat is niet zo heel veel qua kilometers, maar misschien 6-7 kilometer. Maar alle oefeningen tussendoor, een interval. Dan loop ik donderdags voor mezelf hier in de polder. En dan heb ik het over, nou, 3 kwartier minimaal of 5 kwartier maximaal. En dan zaterdag of zondag of een wedstrijdje ergens, zoals afgelopen zondag... In Wervershoofd, de Kaagloop. Of ik loop hier in de polder. Ja, ook 5 kwartier. En heb je nog een voorkeur voor de baan of een rondje? Nou, het liefste loop ik toch echt wel buiten de baan. En dan ook nog het liefste in de duinen of strand. Echt Schorl is toch het mooiste gebied om te lopen. Heb je hier in de buurt een mooi rondje? Is dat dan echt Schorl? Nou, hier in de buurt loop ik dan Schagen uit richting Kolhorn. En dan door de polder heen. En afhankelijk van de tijd en het weer. Via Wassingenhoorn of Haringhuis. En dan weer terug naar Schagen. Ja, nou ja. Ja, mijn stem is niet al te best hoor. Ik ben een beetje verkouden geweest. Ja, dat hoor ik. Hey, en wanneer ben je begonnen met hardlopen? Mijn passie, zeg maar, begonnen voor hardlopen is begonnen eigenlijk in 1979. Ik kwam toen voor het eerst aan de Wal, zoals dat heet. In Den Helder. En toen zat ik op het paleis daar. Bij waar de admiraal ook zit, bij operaties. En de mensen van de administratieve dienst, die liepen daar tussen de middag altijd op de dijk, richting Huis Duinen. En die zeiden op een gegeven moment, Koo, ga eens een keertje mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Tussen de middag gaan lopen en uiteindelijk loop je hier of loop je daar. En dat heeft geresulteerd dat ik in 1982, dus 3 jaar later, mijn eerste halve in Egmond liep. En wat maakt hardlopen zo leuk dan? Hardlopen leuk is voor mij dan het gevoel van lekker ontspannen. Ik loop mijn hoofd leeg en ik laat gelijk weer op. Dus het geeft mij gewoon rust in mijn hoofd. Maar daarnaast gewoon lichamelijk heel fit. Gewoon lekker fit. En dan heb ik ook weer de neiging om 's avonds te zeggen, ik heb een biertje verdiend. Dat is een heel mooi excuus. Ja. En als het dan regent, denk je dan niet, ik blijf lekker binnen zitten? Nee. Dat hoort erbij. Weer of wind, het maakt niet uit. Het is alleen wel lastig als je in de stortregen moet beginnen aan een wedstrijd. En je staat nog een kwartier stil in de regen bij de start. Dat is echt balen. Nou goed, heb je een plastic ding over je heen. Zo'n cover of een jasje, dat gooi je dan weg. Maar dat is echt vervelend. Maar als het gaat regenen tijdens de wedstrijd, dat merk je nauwelijks. Niks lekkerder dan dat volgens precies, mij. Precies, je bent gewoon lekker bezig. En die regen geeft ook extra zuurstof in de lucht. Dus dat is gewoon niet vervelend. Hoewel, als je wat langer loopt en je doet een marathon, dan wordt het wel vervelend. Want dan krijgen de spieren op een gegeven moment toch wel een vervelende optater. Dat gaat pijn doen. Nou loop je al vele jaren hard. Heb je daarvoor nog andere sporten gedaan? Ik ben eigenlijk begonnen met hele verschillende soorten sporten. Dat had meer te maken ook met een medaille die ik wilde verdienen van de NSF. Nederlandse Sportfederatie. Dat kan je bij Defensie verdienen als je 7 verschillende sporten doet. Op bepaald niveau, je leeftijdscategorie, in 1 jaar.
En dat heb ik een paar keer geprobeerd. Dat lukte niet in één keer, maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En dan ben je bezig met hardlopen, je bent bezig met fietsen, je bent bezig met hoogspringen, verspringen, kogelstoten, een vechtsport, daar had ik judo voor gekozen, een uithoudingssport. Nou, je raadt hem al, dat werd dus ook hardlopen, lange afstand. Uiteindelijk is dat weggevallen, al die dingen, want ik had mijn medaille, dus daar kon ik wat laten vallen. Toen ben ik me gaan toeleggen op badminton. Dat vond ik ook een hele mooie sport. En wat heb ik hier in Schagen gedaan? Ja, bij Polysport heb ik ook een tijd gespeeld. Maar ook toen ik in het buitenland werkte, in Engeland, kon ik ook heel veel badminton spelen. Echt prachtig. Meegedaan met marinekampioenschappen zelfs. Nooit verder als derde gekomen, maar goed, toch iets. En daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt, vanwege tijdgebrek. Toen heb ik judo nog een tijd lang volgehouden, tot de bruine band. En ja, ik was lichtgewicht, super lichtgewicht, 62 kilo. En mijn spanningpartners, dat waren vaak meisjes, omdat die hetzelfde gewicht hadden. Nou ja, maar soms moest je ook met mannen aan de gang. En is dat geen punt met mannen van 80 of 90 kilo, want dat is balansverstoring. Maar één keer gebeurde dat ik toch zo in een schouder zwaar werd genomen en zwaar neerkwam en een vervelende blessure opliep. En daardoor heb ik niet meer kunnen judoën. Dus ook dat verviel. Roeien en zeilen heb ik nog gedaan. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar uiteindelijk is het lopen is altijd gebleven. En daar ben ik me meer en meer op gaan toeleggen. Plus dat het gewoon praktisch en makkelijk is. Want schoenen neem je mee in je koffer. En waar je ook bent, je haalt ze eruit en je gaat een stukje lopen. En ook als ik met mijn schip ergens in de haven was, zodra het schip er lag, ging ik mijn verkenningsrondje doen. En waar komt die gedrevenheid vandaan? Want je noemde nu heel veel sporten op. Je bent wel heel gedreven om te sporten. Ja, dat waren niet zozeer de gedrevenheid, denk ik, maar wel de doelen die je voor jezelf stelde. Ja, misschien toch wel een stukje gedrevenheid. Ik wilde per se toch die medailles of die banden halen. Dus ja, er zit wel wat gedrevenheid in. Maar ook de doelen die ik mezelf dan stelde. Maar als ik het dan had, dan vond ik het ook weer mooi. En dan dacht ik, nou, het is mooi geweest. Alleen met lopen niet, want daar wil je toch zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. En dat lukt heel lang. Maar ja, tot de jaren gaan tellen, dan wordt het iets minder. Ja, en je loopt op je 75 nog steeds hard. Heb je dan ook nog doelen? Op dit moment is mijn enige doel gewoon lekker meedoen en uitlopen. En de tijd is wel interessant, maar laten we het zo zeggen, niet meer zo belangrijk als vroeger. Je bent ook niet meer zo snel, denk ik, als vroeger. Nee, ik hoef niet meer vooraan te eindigen, maar ook zeker niet achteraan. Ik wil een beetje in de middenmode eindigen, dan ben ik al lang tevreden. Dan kan je goed tegen je verlies? Ja, ja. Ja, daar heb ik geen probleem mee. En we hebben ook binnen TAS een clubcompetitie met gezonde rivaliteit. En we plagen elkaar wel eens, maar dat hoort erbij. Daar word je alleen maar sterker van. Ja, over TAS gesproken, je bent er al 20 jaar vrijwilliger. Hoe is dat begonnen? Ja, dat is ook begonnen gewoon eigenlijk met hier en daar wat handelspandiensten te doen bij de scholieren die hier kwamen lopen. Van nou ja, wat helpen met optuigen van dingen of bij de speaker. En ik heb hier nog een tijdje meegedaan met een soort cursus die ik mocht meedoen van Spotservice. Die heette Who's Next? Om een aantal jeugdigen erbij te betrekken. En die dan enthousiast zouden worden gemaakt om toch ook later, zeg maar, ja, trainers of bestuursfuncties te kunnen overnemen. Totdat op een gegeven moment de Schagenwijklopen ontdekt werden. Die heb ik in Horen ontdekt. Dus ik heb ze gestolen uit Horen. Oh, je hebt gejat. Ja, ik heb het niet zelf bedacht. Maar ik heb wel toestemming gevraagd in Horen. Want ik was daar in de buurt in kamperen, in Wijdenes. En toen heb ik daar 2 keer meegelopen. Ik denk, goh, wat een mooi concept. Iedere week in een andere wijk. Iedereen kan meedoen, jong en oud. En heel laagdrempelig. En Horen zei, prima dat je doet de Schagen. En juist heel goed, hè? Bewegen, prima. Alleen niet op onze avond. Ik zei, nee, dan pakken we een andere avond. En zo is dat gekomen. Nou, een aantal vrijwilligers erbij gezocht. Want die heb je altijd wel nodig. En verkeersregelaars. En dat is goed gegaan. En hoe was die eerste keer de Schagenwijkenloop? Eigenlijk vond ik het heel goed gaan vanaf de eerste keer al. Mensen waren enthousiast. We hadden volledige en goede medewerking van Spotservice. Die zaten toen nog veel meer verweven ook op de school als bewegingdocenten. Toen hadden we nog niet het digitale tijdperk. Dus we konden ook nog veel met flyers doen. En de kinderen kregen allemaal voor de meivakantie een flyer mee naar huis. Dat helpt toch, want die liggen op tafel. De ouders zien het. Ja, en nu is alles digitaal en dat is toch wat lastiger. Het staat er wel, maar het wordt minder gelezen.
Ja, want hoeveel, voor mijn beeld, hoeveel mensen doen er mee aan de Schagenwijkenloop anno 2024? Nou, anno 24 niet meer, maar gemiddeld was het 100 per week. Dat was een beetje het gemiddelde, 100 deelnemers per week. En 2022, na corona, hebben we het nog een keer geprobeerd. Toen was het behoorlijk teruggelopen, want ja, alles moest opgestart worden. Maar ook de organisatie op de scholen en de sportservice was anders geworden. En toen zei van, nou, dit is niet meer echt waar we voor staan, want we willen toch juist zoveel mogelijk kinderen laten bewegen. En ik kreeg ook niet de hand op elkaar binnen onze vereniging om de organisatie over te nemen, wat ik nog steeds jammer vind. En toen zei Monique de Vries, die heeft toen bij Sportservice ook met mij veel hierin samengewerkt. Nu die atleetclub. Co, ik wil het wel doen, als je het goed vindt. Ik zei, nou ja, laten we het gaan bespreken. Maar het is geen vereniging, het is een commerciële instelling. Heel ander concept, maar toch. En ik denk, ja, als je niets doet, is het weg. Nou, toch besloten het over te dragen. En vorig jaar is er een pilot geweest in 3 wijken. En dat is redelijk gegaan. Ik durf nog niet te zeggen goed. Heb je zelf ook nog meegedaan toen? Nee. Ik heb niet meer meegedaan. Ik stond achter de zijlijn hier en daar wat, zeg maar netjes toe souffleren waar het nog nodig was. Maar meer voor de aardigheid erbij. Maar als je er afstand van doet, moet je het ook loslaten. Dus ik heb het echt uit handen gegeven. En ze deden het perfect qua uitvoering. Want ja goed, Monique was er altijd al bij, dus die hoefde ik niks te leren. Nou wil ik ook nog even over de atletiekvereniging praten. Want je zei net, ik loop er één keer in de week hard. Ben je er voor de rest van de week nog vaker te vinden? Niet echt, tenzij er een vergadering is of een ander evenement. Maar anders ben ik niet op het terrein te vinden, nee. En in november is eigenlijk het complex van de atletiekvereniging heropend? Ja, we hebben een gerenoveerde baan. En dat was ook hard nodig. En blij dat het gelukt is. Juist in deze tijd met bezuinigingen, hè, enzovoort. Dus dat is in ieder geval voor de komende jaren weer gered. Ik ben binnenkort toch weer op de baan. Dus ik zeg van nee. Want, even uit mijn hoofd, 13 maart is de scholierenveldloop. En daar ben ik bij betrokken. En die gaan we ook samen met Sportservice doen. En, nou, dus 13 maart ben ik er van 's morgens vroeg tot einde in de middag. We hopen op heel veel kinderen. Want ook dat was een beetje aan het aflopen. Vorig jaar ook heel minnetjes. Maar we zeiden, nou, laten we nog één keer proberen. Allemaal de schouders eronder. En dat hebben we gedaan. En we proberen nu de zaak toch echt weer vol te krijgen. Dat we zoveel mogelijk deelnemers hebben van verschillende scholen uit heel Schagen. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, je hebt het eigenlijk alleen maar over wedstrijden, over rondes. Nou, heb je zelf ook marathons gelopen? Hoeveel heb je er ongeveer gelopen? Ja, ik heb er nu 28 heb ik geteld. Geteld? Een paar niet? Ja, nee. En er zijn er eigenlijk 25, zeg maar, geregistreerd. En 3 niet geregistreerd. En wat bedoel ik daarmee? De geregistreerde zijn gewoon officiële marathons, wat ik ermee gedaan heb, in binnenland en buitenland. En die anderen die zijn wel de afstanden geweest, of zelfs meer als die afstand. Om een voorbeeld te noemen, tijdens mijn missie in Joegoslavië hebben we het hoofdkwartier verplaatst van Zagreb naar Sarajevo. En daar heb ik een estafette in elkaar gezet met 18 atleten. En hebben we 376 kilometer overbrugd om de vlag zeg maar over te dragen. En in dat stuk waar we met koppers liepen, heb ik toch ook op een gegeven moment afgesproken. In dat stuk wil ik één keer ook een hele marathon lopen. En dat is ook gebeurd. Dus die staat wel geregistreerd, maar niet officieel. Nee, niet officieel. En wat voor tijden heb je gelopen of loop je nog op de marathons dan? De beste tijd is geweest 3:10. Dat was in Eindhoven. Ik had 3 uur had ik gewild, maar ik was er iets te enthousiast. En ik liet mij gaan in plaats van bij de andere atleten te blijven. Ja, en dat heeft mij opgebroken. Dus op een gegeven moment gingen ze mij weer voorbij. Ja, want heb je een tactiek als je aan een marathon begint? Nou, of is dat dan altijd voor jezelf niet te snel starten? Wisselend, maar het valt niet altijd mee. Want ja, je hebt wel een bepaalde doelstelling qua tijd. Ik heb heel lang gehad, nou, ik wil binnen 3,5 uur wil ik binnen zijn. Dat is op een gegeven moment losgelaten. Als je wat ouder wordt, dan zeg je nou, binnen 4 uur wil ik wel binnen zijn. En dat is ook steeds gelukt. En de laatste die heb ik gelopen toen ik 70 werd. Toen ben ik nog wel in Eindhoven ook, heb ik een hele mooie positie gekregen daar. Toen dacht ik, nou, ik loop er nog eentje als ik 75 word. Maar daar heeft de thuisfront toch ook een stokje voor gestoken. Van, ja. Nou, Co, dat moet je niet meer doen, niet meer willen. En ik
denk dat mijn vrouw er ook gelijk in heeft. Maar kriebelt het dan niet? Nou, het heeft heel lang wel gekriebeld, maar nu niet meer. Dus sinds vorig jaar is het nu echt tussen de oren weg. Ja, en wat zegt je vrouw dan van, Ko, dit gaan we niet meer doen? Nee, maar ik heb er nu zelf ook geen behoefte meer aan. Want je voelt gewoon, als je langer gaat lopen, en voor een marathon moet je echt heel veel uren trainen. Ja, door de leeftijd ga je meer pijntjes krijgen en krijg je vervelende dingen. Nou, dat moet je niet meer willen. Dus dan kan je beter zonder pijn leuke dingen blijven doen, als straks één keer met pijn en dan misschien stoppen. Ja, want hoe bereidde jij je dan altijd voor op de marathon? Nou, in het begin helemaal niet, want toen had ik gewoon een goede conditie. Heb je er een keer eentje zonder trainen gelopen? Nou ja, het is nooit zonder training, want ik liep iedere week liep ik 3 keer in de week minimaal. En vroeger was het nog veel meer sneller en harder als nu. Dus je had een basisconditie. Dus een halve marathon, dat was in feite je basis. Dat was een rondje wat je tussendoor pakte. En soms eentje op zaterdag en soms één op zondag, 2 achter elkaar. Als je naar de marathon deed, nou, dan dacht je, nou, over 6 weken is de start. Laat ik een beetje wat kilometers erbij gaan doen. Dus 6 weken was dan een beetje de voorbereiding. Maar goed, zo hoort dat niet. En bij Tas hier, onder leiding van toen trainer Dick de Vries, heb ik voor het eerst ook een echte training meegedaan. Dat was voor Berlijn 2003. En daar heb ik de hele training meegedaan met een aantal andere atleten. En dan zie je wat het verschil is. Want in plaats van 3,5 uur, dat ik dacht van binnen te komen, werd het 3 uur en 19 minuten. Dus je haalt er zo 11 minuten af. Nou, dat is gewoon heel goed. Een lange duur lopen, veel kilometers, ja, en dan blessurevrij bij de finish te komen. En liefst in de mooie tijd. Dus met training van Tas 82, in je goede jaren dan, had je hem onder de drie uur kunnen lopen? Ja, zeker weten. Als ik daar meer tijd in had gestopt, maar ja, ik moest mijn tijd ook verdelen met andere dingen. En de trainers hebben het wel gezegd, Ko, je kan makkelijk onder de 3 uur. Ja, dat weet ik wel, maar dat hoeft niet per se. Want dan had ik nog meer tijd in het lopen moeten stoppen. En andere dingen moeten loslaten. Nou ja. En die keuze heb ik niet gemaakt. Nee, dat is begrijpelijk. Volgens mij doe je ook een heleboel. We gaan straks even verder praten. Maar eerst is het tijd voor onze vaste rubriek. Het NKC Sport Sportidool. Ja, Ko, wie is jouw sportidool? Wie inspireert of fascineert jou? Ja, dat vind ik nou een hele lastige vraag. Want er zijn er meer dan één. En er worden er ook steeds meer. Hè, want Nederland doet het zo geweldig op dit moment in de sport. En vooral ook de vele vrouwen die nou echt aan de top staan. Of het nou met schaatsen is, of met de atletiek, of met zwemmen, de waterpolo pas. En gisteravond de Ajax-vrouwen. Nou ja, ik bedoel, wie is nou je ideaal? Ja, nou, als we dan toch over atletiek hebben. Ik heb zeer grote waardering voor Sivan Hassan. En waarom Sivan Hassan? Ja, ik heb haar destijds in Nederland zien komen. Via de televisie uiteraard. Ik denk, ja, wat zou dat vrouwtje kunnen presteren? Ik denk, ja, ik had er toch zomaar gedachten over. Ik wist niet hoe of wat. Maar ik heb ze zien groeien. En dat ging vrij snel. Ze heeft natuurlijk een veel betere trainer dan ik ooit heb gehad. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is allemaal geregeld. Maar uiteindelijk heeft ze goed gepresteerd. En supergoed. Als je ziet wat ze nu allemaal de laatste jaren heeft binnengehaald. Ja. En de grootste waardering is gekomen toen ze ook nog de marathon van Londen, de allereerste marathon, nog ging winnen ook. Ik denk, nou, hoe is dat mogelijk? Ja, verbaast dat je dat ze zo dat ze ook 1500 meters kan lopen, maar ook marathons? Ja, dat verbaast mij zeker. Want dat zijn toch andere type spieren die je daarvoor gebruikt. Ik denk, ja, hoe snel kan je dat laten herstellen en omschakelen? Maar goed, met een goede training en goede masseur schijnt dat mogelijk te zijn. Of zij hebben een goed lichaam, dat kan natuurlijk ook. Ik heb ook nog even een fragmentje meegenomen. Daar komt Hassan wel. Hassan komt en er zijn wat achtervolgers. En Hassan gaat er overheen. Hassan gaat naar gouden positie. Maar Kazakhene zit erachter. Wordt het goud of zilver? Sivan Hassan, los. Volledig gaan. Volledig gaan. Daar is ze. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Sivan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000 ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race. Ja, we hoorden hier een fragment uit 2020, tijdens de Olympische Spelen, toen Sivan Hassan eigenlijk in bloedvorm was. Heb je gekeken? Ja, die kijk ik altijd, deze dingen. Ja. En als ik die rechtstreeks kan kijken, kijk ik het zeker terug. Ja, ze had daarvoor al een 5 kilometer gewonnen. Ja. Is het dan des te knapper dat je daarna nog zo'n 10 kilometer wint? Ja, zeker weten. Want je hebt toch al heel wat energie erin gestopt. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen. Maar met haar conditie blijkbaar wel. Plus, haar, nou, over drive gesproken, dat heeft ze natuurlijk wel. Hè. Ze heeft een eigen wil. En wie of wat men ook tegen haar zegt, ze gaat haar eigen gang. Ja, en daar presteert ze wel mee.
Ja, nou ja, dit was voor Sivan Hassan misschien wel een van de mooiste wedstrijden uit haar carrière. Wat was eigenlijk jouw mooiste wedstrijd waar je aan mee hebt gedaan? Mijn mooiste wedstrijd? Ja. Mijn mooiste wedstrijd. Oeh, daar vraag je wat. Ja, dat een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Nou, dat is niet de mooiste geweest, maar onuitwisbaar is het wel. Dat is de wedstrijd geweest, de marathon op het eiland Wight. Net voor Portsmouth, toen ik daar 3 jaar woonde en werkte. En Wight, dat is ook heuvelachtig, bergachtig mag je wel zeggen. En we keken naar de buit en die hebben ook ieder jaar een marathon. Ik zei, nou, dan ga ik het laatste jaar ga ik daar een marathon lopen. Met de boot over, gezin mee. En de marathon was 's middags, start 2 uur. En dat was al vreemd, want normaal is het 's morgens een start. Het was 18 mei, ik vergeet het nooit. En het was 22 graden. 2 uur start, parcours verkend. Ik denk zo, als ik hier overheen moet, al 17 van die bergen. Ik denk, nou, dat valt niet mee. Maar goed, we gaan ons best doen. Ik was toen nog onervaren. Ik had pas 2 marathons gelopen. Dus dit zou mijn 3e zijn. En ik kom bij de start. En dan was het rustig. Nou, er waren maar 400 deelnemers. Hoe is het mogelijk? En dat bleken ultrarunners te zijn. En daar was ik even zeild geraakt. Ik denk, nou, niet voorbereid, weet je wel. Dat, gewoon lekker meedoen. Nou, ook veel te weinig gedronken. Had ik nog geen ervaring in. Ik ging van start. Ging mooi tempo weg. Niet in de eerste groep, maar wel in de tweede groep. Is nog een leuke foto van overgebleven die de krant gemaakt heeft. Die kreeg ik de andere dag. En op de helft klokten we 1 uur 30. Ik denk, zo, dat is snel. Dat gaat wel lekker, ja. Dat is snel. Maar die illusie die was heel snel verdwenen. Want 5 minuten later kwam de man met de hamer. En toen was het ook echt pijn. Echt pijn lijden. Dat kan ik je niet uitleggen hoe dat is. Maar goed, dan ga je wandelen, je drinkt. Maar je kan nooit meer inhalen wat je kwijt bent. Dus die andere helft die ik nog moest, nou dat werd heel lastig. Wat joggen, wat wandelen, wat joggen. En uiteindelijk de laatste heuvel opgelopen. En toen moesten we nog 500 meter. En mijn vrouw en de kinderen stonden bij de finish om mij te wachten. En die dachten, wat blijft komen. Die dachten, wat is er gebeurd? Want die hoorden alleen maar ambulances aankomen. Want er waren zoveel uitvallers op die dag. Ik dacht, hoe, nou, dat is mij gelukkig niet gelukt. Ik kwam binnen met een grimas op mijn gezicht. Ontzettend veel pijn in 4 uur en 1 minuut. Nou, dat zal ik nooit vergeten. Dat is ook de enige die boven de 4 uur is geëindigd. Maar in de krant stond, one of the toughest marathons in the world. Nou, met een foto van mij erbij. Ik denk, ja, dat is onuitwisbaar. En kon je de dag daarna nog wel gewoon normaal lopen? Of was je helemaal... Ik kon wel lopen, normaal niet, maar wel weer lopen. Want het heeft wel heel lang geduurd voordat dat vocht weer hersteld was in het lichaam. Want nadat je gedoucht hebt omgekleed naar de pub. Nou, eerst pints met water. En op een gegeven moment ben je daar zat van. Dan word je, neem je wat frisdrank. Op een gegeven moment werd dat een shandy. Hoe noem je dat? Shandy heet dat? Half bier, half... Ja. Maar voordat het middernacht was of voordat de pub dicht was, had ik toch mijn eerste pint had ik binnen. Dus ja, het herstel gaat daar redelijk snel. En natuurlijk de andere dag, dan voel je je spieren wat stijf, maar dat gaat redelijk snel over. Ja, ik zou het je niet nadoen, denk ik. Nou, de tijd gaat vrij hard, Ko. Eigenlijk heb ik nog een laatste vraag. Wat zou je nou als tip willen geven aan mensen die willen beginnen met hardlopen? Wat is eigenlijk de belangrijkste tip die jij mee zou geven? Nou, de belangrijkste tip is, probeer vol te houden waar je begint. Want het zal in het begin misschien toch even tegenvallen of pijn doen. Laat je dan niet ontmoedigen. Luister naar je trainer vooral. En probeer ook wat contact te zoeken met je medelopers. Want je pept elkaar altijd op. Het is altijd gezonde rivaliteit, zeg ik altijd. Je helpt elkaar gewoon. Doorzetten, ja, denk ik. Doorzetten, never give up, hè, zeggen we dan. Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Hartstikke bedankt voor je komst, Ko. Dankjewel, Kees. Graag gedaan. Dit was NKC Sport. Volgende week een kakelverse aflevering.